Maar ik heb hier een foto van iemand die kreeg een stuk vuurwerk in zijn gezicht. De kinderen van groep 7 en 8 van basisschool Kinderrijk in Naarden zullen deze les niet snel vergeten. Door ze te confronteren met de gruwelijke gevolgen van stunten met vuurwerk, hoopt de brandweer het aantal slachtoffers terug te dringen. Ik hoop dat de kinderen leren dat ze heel voorzichtig moeten zijn met hetgeen wat ze hebben. En dan let ik eventjes op de ogen, let ik eventjes op de vingers, let ik even op de handen. Want dat zijn natuurlijk de meeste letsel van het vuurwerk afsteken. Niet om jullie bang te maken, maar het is alleen maar om te laten zien hoe je op een veilige manier vuurwerk af kan steken. Heb je zelf wel eens gestunt met vuurwerk? Ja, zeker. Vuurwerk in putten doen, in brievenbussen, prullenbakken. Van alles eigenlijk. Bloempotten. Vuurwerk afsteken, hartstikke goed. Maar zet een bril op! Uniek aan de Gooise methode is dat de brandweer vuurwerkbrillen en afsteeklonten uitdeelt. En dat helpt. Bij de vorige jaarwisseling gingen er landelijk 178 kinderen onder de 15 jaar naar het ziekenhuis. In het Gooi waren dat er nul. En dat al voor het derde jaar op rij. Voorheen was het niet stoer, hè, met zo'n vuurwerkbril op. Tegenwoordig hoor je er niet meer bij als je geen bril op hebt. En dat is een goede ontwikkeling. Ik wist eigenlijk niet dat het heel gevaarlijk was. Nou, ik wist het wel. Maar nu weet ik dus dat het echt heel gevaarlijk is. Dankzij dat iets te kleine lontje loop ik de rest van mijn leven met een blinde geleidehondje. Oh nee, dat is niet leuk. De campagne krijgt landelijk navolging en ook in het Gooi gaan ze gewoon door. Al was het maar omdat er onder kinderen ouder dan 15 jaar nog wel 5 vuurwerkslachtoffers vielen. De cijfers worden steeds beter en ons doel is om geen slachtoffers meer te krijgen.